komen wij bij een ander voorstel wat uw raad zijn of haar bijzondere aandacht heeft. Dat is het raadsvoorstel over de herindeling van de Muiter. Portefeuillehouder is mevrouw Fit. Er hoort een korte uitleg bij. In de programmabegroting 2019 is budget opgenomen van 385.000 euro... omdat de indeling van MFA de Muiter voor de huidige gebruikers niet meer voldoet. Daarnaast heeft het voortgezet onderwijs de dijk extra vierkante meters nodig en de bibliotheek heeft een bezuinigingstaakstelling. Daarom is voor de MFA de Muiter een plan voor herindeling gemaakt. Gelijktijdig worden mogelijkheden onderzocht om het pand te verduurzamen. Het college stelt nu voor om de bibliotheek te verkleinen en de entree aan te passen. En om over de scholengemeenschap de dijk en het verbeteren van andere functies van de Muiter op een later moment te besluiten. Ingediend is een amendement om te kiezen voor variant B. Direct kiezen voor een multifunctionele accommodatie. Ook er is er een motie ingediend met betrekking tot de wens voor het realiseren van een HAVO-top. Nog eens nadrukkelijk kenbaar te maken en daarvoor het resterende budget te reserveren. Dan gaan we eerst het amendement met elkaar. Nee, meneer Grinhuis, wilt u zo vriendelijk zijn om het amendement kort toe te lichten? Dank u wel, voorzitter. Kuipers, er zit een uitknop op. Niet alleen de raad is onrustig, maar ook het college. Meneer Grinhuis, wilt u zo vriendelijk zijn om het amendement kort toe te lichten? Dat wil ik, dank u wel, voorzitter. Al vele jaren wordt het onderwerp besproken. Hoe gaan we van dit pand een toekomstbestendige accommodatie maken? Dit doen we door keuzes te maken. Keuzes die tegen het voorstel van het college ingaan, dat zijn we ons zeker bewust. Natuurlijk hebben wij als gemeentebelangen begrip voor deze keuze, welke gemaakt is op basis van kaders die wij zelf hebben vastgelegd. Echter, en ieder die het rapport heeft doorgelezen, kan zien dat variant B de meeste voordelen heeft. Wij kiezen voor deze variant, dit omdat deze variant de meeste voordelen heeft voor de dijk. Denk aan meer ruimte voor onderwijs en ruimte voor de scholieren in de pauzes, het Bondtheater, de omgeving en de toekomstige of huidige exploitant. Dit omdat de horeca ook gebruikt gaat worden als stadskantine, welke bijdraagt aan de doelstellingen binnen het sociaal domein. Verder kiezen wij duidelijk voor één keer verbouwen in plaats van twee keer een verbouwing te doen in dit pand. Is iedereen blij met de keuze die wij hier voorleggen? Niet volledig, maar Missing heeft wel begrip voor de situatie. En zo worden de zorgen ook met elkaar besproken en ook weggenomen. Zie de informatienota die we gisteren van het college hebben ontvangen. Er wordt gelukkig gekeken naar oplossingen door verbeterde technologie op gebied van geluid, maar ook door een beter gebruik van het MFA. Met andere woorden, JC Missing blijft en er komt een nieuwe ruimte die in overleg met JC Missing wordt ingericht en opgeleverd. Wij hebben het besluit daarom ook als volgt geamendeerd om te kiezen voor variant B, een MFA. De financiële consequenties hebben we opgenomen in het amendement en we kiezen daarvoor om daar een gedeelte voor de algemene reserve voor te gebruiken. En verder kiezen we in het amendement ook voor het veiligstellen van de reeds toegekende budgetten. Verder hebben wij opgenomen dat het MFA en de horeca bij voorkeur worden geëxporteerd door een commerciële partij. Bij voorkeur is specifiek benoemd omdat je hiermee het college wel de vrijheid geeft in een toekomstige aanbesteding. In het besluit geven we het college wel de mogelijkheden om de uitvoering naar een nog grotere tevredenheid te krijgen bij alle partijen. Deze motie is mede ingediend door mevrouw Zelders van het CDA en de heer Raad van het VVD. Dank u wel. De motie komt nu. U heeft het amendement toegelicht. Nou, dat geeft niks, maar dan... Meneer Nijsing, wilt u zo vriendelijk zijn om uw motie kort toe te lichten? Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dien deze motie samen met de PWF en GroenLinks in. De motie gaat eigenlijk in op het huidige voorstel van het college, optie C. De motie is tweeledig. Als eerste willen wij onze ambitie van de HAVO-top in medeblik willen we nog eens een keer sterk aanduiden. We hebben lang gekoesterde wens als raad, als college.
En in 2020 ligt een prachtige kans om dit daadwerkelijk te realiseren. Natuurlijk beseffen wij ons ook wel dat die kans niet heel groot is. Maar wij vinden wel dat je die ambitie uit moet spreken en dat deze motie daaraan bij kan dragen om het voor elkaar te krijgen. En ten tweede gaat deze motie in op het budget wat voor dit jaar gereserveerd staat te behouden voor de Muiter. Dus dat het geld niet terugvloeit bij optie C, wat niet het hele budget vraagt. Maar dat we het ook de jaren na 2019 kunnen inzetten. Dan nog een klein dingetje. Mocht onverhoopt optie B worden aangenomen vanavond, dan overweeg ik om de tekst onder spreekt uit, dat zijn de laatste zin, die eventueel te schrappen, zodat de ambitie van de haventop wel blijft staan. Maar dat komt later nog te sprake. Cliffhanger, hè? Nou, bedankt voor de toelichting. Ik open de eerste termijn over dit voorstel. Mevrouw van der Geest, wilt u zo beginnen? Ja, nu niet, maar zo. Meneer Beuker, wilt u wat zeggen? Meneer Zeilenmaker, mevrouw Zelders, meneer Raad. Aan het eind van de rit. Mevrouw Manshanden en mevrouw Visser. En meneer Meester. Allemaal. Zullen we dan meneer Grinhuis, u als laatste, ja? Oké. Okay. Mevrouw van der Geest, wilt u zo vriendelijk zijn om de kick-off te doen? Ja, hoor, om in voetbaltermen te spreken. Hè? Ik heb het amendement gelezen. En sowieso het voorstel. Ik vind dat het vrij vlot op de commissievergadering komt. Omdat ik ook gehoord heb dat er nog wel wat, met name wat betreft missing, nog wel wat ruis is. Ook heb ik vernomen dat juist de gebruikers van de sporthal eigenlijk helemaal niet zijn meegenomen in het hele verhaal. Dus als het aan mij lag, was het wat uitgesteld geworden. Maar ik denk dat ik de enige ben, want er lag al zo'n amendement waaruit de voortvarendheid sprak om het toch op te nemen. Dus vandaar naar het amendement. Er worden punten gebruikt, maar er is zo'n stadskantine. En als je dan hoort dat er zoveel horeca in de gemeente Medeblik is, vraag ik me af of dat een goed iets is. Ik zie in Werfsoof hoe lastig het is met de schoof en de verhouding met de horeca die er is. Dus ik vind dat nogal een punt. En bovendien lijkt het me, het is een sportkantine en het is ook voor sporters leuk om andere sporten te bekijken. Dus wat dat punt betreft vind ik het ook jammer dat het in het meegenomen is. Bovendien, als je ziet naar de begroting en er wordt hier geld voor uitgetrokken en ook nog uit de algemene reserve gehaald. Dat vind ik ook iets wat eigenlijk niet kan, want dat is geld dat je kwijt bent en je krijgt het niet meer terug. En wij hebben nogal wat in plannen. Dus wat dat betreft zou ik dan eigenlijk toch voor de gefaseerde variant C, omdat je dan tijdens de rit dingen aan kan passen. Want als iets eenmaal geregeld is, is het heel lastig. Zeker als het al vaststaat, letterlijk gebouwd is, kan je het bijna niet meer terugdraaien. Wat betreft dus het amendement ga ik sowieso niet in mee. Wat betreft de motie, daar wil ik wel het een en het ander over zeggen. Ik heb jaren in een overkoepelend landelijk schoolbestuur gezeten. En ook in een schoolbestuur. En ik heb hierin, ik was voorzitter van de onderwijsraad van het SOW. Ik vraag me af of deze HAVO-top een reële mogelijkheid is. Voor een volwaardige HAVO, waar alle vier profielen kunnen worden aangeboden en die ook dan nog werkbaar is, zullen er beduidend meer leerlingen moeten worden aangetrokken. Waar moeten die leerlingen vandaan komen? De kracht van de dijk is juist de kleinschaligheid. Leerlingen kiezen hiervoor. Met name de leerlingen die VMBO, basis, kader en theoretisch hebben als schooladvies. Waarschijnlijk melden zich ook leerlingen met een puur HAVO-advies en of een MAVO-HAVO-advies. Maar ik vind toch dat deze ontwikkeling zeker ten koste zal gaan van die leerlingen die later meer op het beroepsonderwijs zijn aangewezen. Daarom zou het beter zijn die beroepssectie te versterken. Dat is echt een aanwinst voor het onderwijsaanbod in dit gebied. De leerlingen die kiezen voor een technisch beroep waar het bedrijfsleven zo om zit te springen, moeten nu na 2 jaar van de school af. Dat is om echt
te maken te krijgen met het echte technische werk. En dan moeten ze hun weg vervolgen in Horen of Stedenbroek. En het is wel zo, hoe vroeger leerlingen in aanraking komen met technische vakken, des te beter het is. En ook deze leerlingen verdienen een goede school en een goede kans dichtbij. En dat is tot nu toe de dijk geweest, maar voor enkele leerlingen slechts 2 jaar. Dus wat mij betreft, maak die beroepssectie sterker, zodat er een prachtige, voltallige, gehele, brede VMBO-school staat in Medemblik. Ja? All right. Meneer Beuker. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, zoals bekend, althans sinds afgelopen week in de Muiter, bestaat er binnen onze fractie een verschil van inzicht aangaande dit raadsvoorstel. Ik zal me dan ook beperken tot mijn eigen visie hierop en ook op dezelfde manier reageren op de 2 amendementen. Ja, daarom, eenmaals. Ja, als je er niet bent. Nee, voorzitter, ik kan mij vinden in het advies van het college en de toelichting vorige week in de Muiter om inderdaad te kiezen voor variant C. Er zijn op dit moment te veel onduidelijkheden, maar ook kansen wat betreft de ontwikkeling van de Muiter. Denk hierbij aan de dijk in 2020, maar ook het eventuele vertrek van de fysiotherapie. Daarnaast bestaat er de wens van Missing om op zijn huidige locatie te blijven. En in variant B staat deze onder druk. Daarnaast zou ik het persoonlijke gemiste kans vinden om het IAP bij de ontwikkeling van de Muiter niet te gebruiken en ook niet integraal te kijken of de basisscholen gecombineerd kunnen worden bij de Muiter of activiteiten van de Muiter kunnen gecombineerd worden met de basisscholen. Denk daarbij aan een IKC. Daarnaast werken we met elkaar aan een lange termijn accommodatiebeleid wat hierin kan faciliteren. Voorzitter, het durven vooruitkijken en met name die integrale afweging maken is iets wat deze raad soms in mijn ogen mist. We staan met elkaar de komende jaren voor moeilijke keuzes wat ons maatschappelijk vastgoed betreft. Want deze is in heel veel kernen sterk verouderd. Laten we alsjeblieft zorgvuldig en integraal aanpakken, is mijn boodschap. Anders is onze schatkist, ben ik bang, heel gauw leeg. Kortom, mijn voorstel is om op dit moment alleen het hoognodige te doen en voorstel C misschien zelfs verder uit te kleden. Alleen het wandje erin bij de biep en klaar is Kees. Hiermee kan de Muiter blijven functioneren en kan een integrale afweging worden gemaakt met echt oog voor de toekomst. Kortom, ik ga niet mee met het amendement van gemeentebelangen voor variant B. En wat betreft de motie van D66 ben ik benieuwd naar de reactie van de wethouder. Is het realistisch om met een dalend leerlingenaantal in West-Friesland rekening te houden met een HAVO-top? Dus tot zover. Dank u wel, meneer Zeilemaak. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vind het een lastige afweging wat we in dit geval moeten doen. Aan de ene kant begrijp ik het amendement om voor B te kiezen. En nu een flink bedrag zeker te stellen voor de verbouwing van de dijk met name. Andere zaken kom ik zo op terug wat betreft de Muiter. Want die school die moet de ruimte krijgen om uit te breiden of in ieder geval zodanig hun gebouw in te richten dat ze klaar zijn voor de toekomst op allerlei manieren. En daarmee stralen we ook uit dat we ze op allerlei manieren ondersteunen. Dus dat spreekt mij absoluut aan. Maar, voorzitter, aan de andere kant zijn er ontzettend veel onzekerheden voor wat betreft de Muiter. Ik bedoel, het leerlingenaantal van de dijk, dat vind ik geen argument om te zeggen van nou, dan doen we voorlopig maar even niks. Wel een argument vind ik dat wij op een veel te korte termijn geïnformeerd zijn over wat nou precies de bedoeling was bij de Muiter. De indeling waarvoor gekozen is, dat is absoluut geen ideale. Ik heb met name met betrekking tot Missing heb ik een paar mails gestuurd naar alle raadsleden om ze daarin in te lichten over wat in ieder geval mijn bezwaren zijn. En ik begrijp ook nog steeds niet waarom Missing de enige is in dit hele verhaal die in moet leveren, terwijl aan allerlei wensen van andere partijen voldaan wordt. Daarnaast, en dat bezwaar was al heel lang bekend, want dat was een paar jaar geleden ook al zo. Terwijl er in het verleden ontzettend veel werk verzet is om een goede huisvesting voor de jeugd te vinden en te realiseren. En nu gaan we dat weer afbreken. Ik vind dat we dat niet moeten doen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen, wat gezegd is, fysiotherapie die daar verdwijnt.
eventuele andere veranderingen. Ik heb daar specifiek om gevraagd in de commissievergadering om de basisscholen waar nieuwbouw voor gepleegd moet gaan worden, om te kijken of dat ook daarbij betrokken zou kunnen worden in datzelfde gebied. Daar is ook helemaal nog geen zekerheid over. Dus dat zijn dingen die allemaal van invloed kunnen zijn op de indeling van de mater. Daar komt bij het verhaal van de kantine / stadsherberg. Heel leuk bedacht dat je daar meer een centrum voor van alles van zou kunnen maken. Het is zeer de vraag of dat op die plek zal lukken, omdat je ontzettend veel concurrentie van andere horeca hebt in de kern Medemblik. Maar daar komt bij dat ik de locatie waar dan die nieuwe stadsherberg zou komen, als je die locatie vergelijkt met de huidige kantine, dan is dat een enorme verslechtering. Simpelweg omdat je niet meer uitkijkt op de sporthal. En dat is een van de voorwaarden om een kantine bij een sporthal te laten slagen, is dat ze uitkijken op de sport zelf. Dus ik zou best een flink bedrag beschikbaar willen stellen voor verbouwing van de mater. Maar dan wel met de vrijheid om daar met elkaar nog een keer goed naar te gaan kijken of het niet op een andere manier, kan. Dus op dit moment zeg ik van laten we voor C kiezen, maar wel met de garantie dat het bedrag wat ervoor staat, dat in ieder geval daarvoor gereserveerd wordt en geoormerkt wordt. Dank u wel. Mevrouw Zelders, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik ga eerst eventjes in op de motie van D66 en dan wil ik meteen even reageren op wat hier naast mij gezegd is. En dan eindig ik met mijn aanvulling op het amendement wat ingediend is door gemeentebelangen in samenspraak met ons. Wat de motie van D66 betreft, ik wilde al zeggen wat u zelf zei, spreekt uit dat zal waarschijnlijk vervallen als het amendement wordt aangenomen. Maar wij staan zeker achter het verzoek het college om nogmaals de oproep te doen. Het signaal af te geven dat het realiseren van een HAVO-top een wens is van deze gemeenteraad. Dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Meneer Zeilemaker gaf aan dat er wat storing is, zeg maar, bij missing. Het is niet helemaal het goede woord, maar wij hebben gisteren nog een informatienota gekregen waarin uitgebreid uitgelegd is alle bezwaarpunten en hoe de communicatie daarover is gelopen met missing. En ik heb toch heel sterk de indruk dat daar een hele goede communicatie is geweest en dat er vanuit missing geen bezwaar is zoals het nu bij variant B, zeg maar de MFA, geregeld zal worden, omdat het gewoon allemaal in goed overleg gaat. Het is allemaal nog niet in beton gegoten. De Partij van de Arbeid verwijst naar het IHP. Nou, het IHP dat is echt gericht op de basisscholen. Het voortgezet onderwijs is van heel andere orde. Die dingen kun je niet zomaar met elkaar gaan combineren. En wat het maatschappelijk vastgoed betreft, het zal u niet ontgaan zijn dat er in het rapport een stukje is geschreven over de visie. Er staat over maatschappelijke ontwikkelingen een heel mooi stuk geschreven. En daarin staat onder andere: de dijk vervult een belangrijke en verbindende rol in het maatschappelijk speelveld. En deze rol wordt steeds groter. Er staat ook nog andere dingen over de muiter in zijn geheel. En toen ik dat las, had ik toch heel sterk de indruk dat als wij straks een visie gaan krijgen op het maatschappelijk vastgoed, dat dit stukje gewoon geknipt en weer gekopieerd wordt in dat visieplan. Dus ik heb echt geen twijfel over dat de functie van de muiter op termijn anders zal zijn, of de visie daarover anders zal zijn dan dat die nu is. Dan tenslotte mevrouw Van der Geest. Die geeft aan in haar eerste zin bijna dat de gebruikers niet voldoende zijn meegenomen. Nou, dat verbaast me echt ontzettend. Want in het rapport, zo heeft u het gezegd, en in het rapport is daar heel uitgebreid op ingegaan. Volgens mij wel ettelijke pagina's in twee verschillende kolommen. Dus dat is een beetje jammer dat u dat zo opnoemt, want zo zit het niet. Ik vind wel dat u een heel mooi pleidooi heeft gehouden voor de verbreding van de bovenbouw. Want wij zijn, mijn collega Saskia en ik zijn op werkbezoek geweest
bij de dijk. En er is ook aangegeven dat er een wens is voor een verbreding van de bovenbouw, ook op VMBO-niveau. Want tot nu toe kunnen de leerlingen alleen maar, zeg maar hun opleiding afronden, handel en economie. En als ze andere richtingen willen kiezen, moeten ze inderdaad ook doorstromen naar Horen, naar andere voortgezet onderwijs. Of natuurlijk naar Enkhuizen. Maar goed, dus als dat verbreed kan worden, is dat ook al van meerwaarde. Maar ook daarvoor heeft de school meer ruimte nodig. En dan de aanvulling op het amendement. Nou, ik heb vorige week in de theaterzaal van de Muiter al aangegeven dat het CDA het niet eens is met het voorstel om af te wachten. En de burgemeester heeft net in zijn introductie ook aangegeven dat de dijk extra vierkante meters nodig heeft. Wij vinden als CDA goed en passend onderwijs heel erg belangrijk. En tijdens ons werkbezoek hebben we gezien dat de leerlingen in de les of in de gang les krijgen en tijdens de pauze aan de bar zitten. Nou, dat vinden wij echt verre van ideaal. Echt niet wenselijk dat dat soort dingen gebeuren. Dat moeten we niet willen met elkaar. Ja, u lacht er nou om, maar het is echt een heel, heel bizar gezicht. Nou, wat voor ons heel belangrijk is, we hebben maar één school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente. En leerlingprognoses, waar vorige week echt, nou ik denk dat wel 20 keer is opgenoemd, die zullen altijd aan wisselingen onderhevig blijven. De dijk geeft ook nog ruimte aan de nieuwkomersklas. Dat kost ook ruimte. En het mag misschien dan geen absolute recht zijn, maar om uit te breiden op basis van die leerlingprognoses. Maar wij vinden toch dat we niet hoeven te wachten op groei, maar dat we ruimte moeten geven aan die groei. Het stukje over de visie en de belangrijke rol van de dijk heb ik net al opgenoemd. En als laatste, voorzitter, deze gemeenteraad pleit al jaren voor een verbreding van de bovenbouw. En dit is de kans om om de juiste voorwaarden daarvoor te scheppen. Nu hebben we die kans. En wat meespeelt voor ons is dat het Atlas College op dit moment bereid is om bijna 4 ton te investeren. Dat geeft nogal wat aan van de noodzaak van de uitbreiding van die school. En wat ons betreft is het nu tijd om de woorden die we steeds uitspreken om te gaan zetten in daden. Dank u wel. Goed, ga ik naar mijn rechterkant. Meneer Raad, gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. We gaan naar het multifunctioneel centrum De Muiten. VVD denkt dat het goed is om ambitieus te zijn. En als je ambitieus bent om die ambities ook uit te spreken en om die kenbaar te maken. Geld in zijn algemeenheid, geld in het bijzonder voor de wens die al heel lang bestaat om de HAVO-top naar de dijk te halen. Ik kan direct aangeven dat wij daarom de motie van D66 van harte kunnen onderschrijven. Wij denken ook dat als je dat echt graag wil, dat je dat ook moet uitstralen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er nu dus gekozen wordt voor scenario B. Dat is niet alleen voor de dijk, dat is ook voor praktisch alle gebruikers. Ik kom straks terug op het verhaal van Missing. Maar daarmee geef je wel aan dat je met die Muiter een bepaalde richting op wil. En wij denken dat je daar beter nu goed over kan nadenken. Dan dat je nu dat een jaar uitstelt en dan weer opnieuw met de mensen om tafel moet. En ja, wij denken dat het belangrijk is om ook tijdig, voordat het contract met die exploitant af gaat lopen, helderheid te hebben over de toekomst van die hele accommodatie. Nou. Zeker ook wat mevrouw Zelders aangeeft over het Atlas College die wil bijbedragen. Dat momentum, dat moet je ook gebruiken. Wat ons betreft is scenario B een leidraad. Zo staat het ook in het amendement. Het is niet een stalen kader. Het is een denkrichting, maar wel een ambitieuze denkrichting. Nou, zoals de heer Gringhuis dat heeft verwoord, daar kunnen wij helemaal achter staan. Want die heeft dat uitstekend uitgelegd. Wij willen even specifiek op Missing nog ingaan. Vandaag is er ook een informatienota gestuurd door het college. Daar worden wel een aantal zorgen weggenomen, want wij begrijpen heel goed, en wat dat betreft, dat heeft de heer Seidemaker terecht opgemerkt, je kan niet voorbij gaan aan het feit dat Missing bij scenario B, toch wel
gaat inleveren en dat ze daar niet blij mee zijn, dat begrijpen wij volkomen. En wij vinden het heel belangrijk dat zij wel worden meegenomen in een oplossing en in een vervolgtraject en dat er voor hen ook een passende oplossing gaat komen. Ik vind het belangrijk om dat heel duidelijk uit te spreken. Nou, we hebben in het voortraject de ondertekende partijen van het amendement natuurlijk al contact gehad. Maar mede naar aanleiding van de discussie die over missing is ontstaan, denken wij dat het nog eens goed is om dat extra te benadrukken. Dat ook voor missing een goede oplossing komt. Wij hebben een tekstvoorstel voor punt 3 van het amendement. Waar op een gegeven moment staat de tweede regel, hè, dan staat er om de vrijheid te houden om alternatieven uit te werken. En wij zouden dus willen zeggen, daar moet de zin eigenlijk gevolgd worden. En dan moeten de woorden dit om te kunnen voorzien, dat kan geschrapt. En dan krijg je de zin om alternatieven uit te werken en zich maximaal in te spannen voor een acceptabele oplossing voor alle gebruikers, et cetera. En wij denken dat je met die uitspraak ook richting missing kan verdedigen dat zij heel goed betrokken zullen worden en dat er voor hun ook een hele mooie oplossing zal komen in een vervolgtraject. Dat in eerste termijn. Ja, dank u wel. Mevrouw Manshander, mag ik u vragen om uw betoog te houden? Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons vinden in dit raadsvoorstel met de daarin genoemde drie punten. Wij gaan hiermee dus ook voor variant C en gaan niet mee met het gemeentebelangenamendement. Die willen namelijk gaan voor B. En we hebben daarbij de volgende argumenten. Met dit raadsvoorstel heeft het college zich prima aan de kaders gehouden die wij eerder als raad hebben vastgesteld. En dan het tweede argument. Wij hoorden in de eerdere bespreking hierover dat het zeker wat de uitbreiding, CQ-verbetering van de dijk en een eventuele HAVO-top betreft, wel wat ambitieuzer kan. Wij willen ook ambitieus zijn, zeker waar het de HAVO-top betreft. Maar wij willen ook realistisch zijn. Er komen diverse ontwikkelingen aan die van groot belang kunnen zijn voor onder andere de verdere ontwikkeling, uitbreiding van de dijk. Wij vinden het onverstandig om hieraan voorbij te gaan. We willen zorgvuldig en duurzaam met gemeenschapsgeld omgaan. En zeker niet zomaar dit bekostigen uit de algemene reserve. We hebben de begroting al bekeken. We weten ook de begroting van vorig jaar. En we weten allemaal wat er op ons afkomt. En we hebben nu ook al gezien dat er op ik weet niet hoeveel zaken bezuinigd wordt, dat partijen niet eens meer durven iets te halen uit de algemene reserve en nu wordt het zomaar gedaan. Ook willen we onze ogen niet sluiten voor de demografische feiten. Hoe ontwikkelt het leerlingaantal zich? Wij willen geen risico lopen op overcapaciteit en niet bouwen voor de leegstand. Ook al zou je al die prognoses kunnen relativeren, dan nog vinden wij die prognoses zijn er niet voor niks en die benaderen de realiteit op een vrij wetenschappelijke wijze. En dan het derde argument. Er is een redelijk draagvlak voor C. Alleen voor de dijk zal het teleurstellend zijn. En daarom hebben we ons van harte aangesloten bij het D66-amendement, die zowel qua financiën als ambities voor een HAVO-top bij de dijk wil gaan. Dat was het, voorzitter, in eerste termijn. Mevrouw Visser. Ja, voorzitter. U weet dat ik ook wel heel kritisch naar wethouders of naar een wethouder kan reageren en kijken. Ik moet u nu zeggen, en het is anders dan de eigen partij. Ik ben trots op de wethouder dat ze met dit voorstel heeft durven te komen. En dat ze zich zo goed aan de kaders heeft gehouden. En dat ze toch heeft besloten ook om een voorstel voor ons neer te leggen wat past in de begroting die ook zometeen voor ons ligt. Wat verbaast mij dan dat de coalitiepartijen op één na weliswaar tegen dit voorstel gaan stemmen en dus tegen het voorstel van de wethouder zijn. Er wordt inderdaad uit de algemene reserve wordt er een graai gedaan.
toch wel even van 250.000 euro. En wat we met z'n allen vergeten is de laatste zin in het hele begroting is dat er een structureel tekort is van 5.000 euro voor 40 jaar. En dat is ook maar even 2 ton waar u een hypotheek op neemt voor in de toekomst. Moet de Muiter dan helemaal naar zee? Dat is dan een andere vraag. Dan ligt zee voor ons en daar gaan wij ook voor. En wij zullen ook de motie van D66 steunen met een opmerking dat je wel een termijn moet stellen tot wanneer je dan het geld gereserveerd houdt. Want als we al zo lang praten, kan ik me voorstellen dat er dan nog wel heel wat jaren bij komen om dat geld te reserveren. Voorzitter, ik moet u zeggen, ik heb met belangstelling naar het pleidooi van mevrouw Van der Geest geluisterd. En ik vind dat zij een geweldig punt aanreikt om af te wijken van een HAVO, maar anders te kijken naar beroepsonderwijs. Ik denk dat onderwijs niet een plus moet zijn in de regio van Meer, maar juist zich moet onderscheiden om de leerling naar zich toe te trekken. Voorzitter, en ook missing, dat kan zijn dat ze weer terugkomen, kan zijn niet. Ik vind wel dat wij ontzettend goed voor jeugd en jeugdwerk en jeugdhonken moeten pleiten om het goed te houden en dat het een geaccepteerd voorstel is. Ik steun de wethouder ook, omdat we inderdaad dan met die kosten zitten. Ik vraag de wethouder nog wel even kritisch, maar misschien dat mijn buurman daar wat meer van weet in zijn beroep. Om naar een wandje te kijken van 68.000 euro, als ik het goed heb. Dat ik dacht van nou mag het een onsje minder en dan houden we zelfs nog meer geld over voor iets anders. De woorden dat, en die waren ook al bij de dijk gezet, dat jeugd aan de bar zit. Ja, dat klopt. Er is daar een meubelstuk waar ook een biertap aan is, maar dat is niet. Ik vind het een beetje stemming alsof de kinderen daar met de neut op aan de bar zitten te wachten tot hun broodje op is. Mevrouw Selders, dat is absoluut niet waar. Het is inderdaad niet fraai, maar de tap is dicht, de koelkast is misschien nog wel op slot en er staat geen sterke drank. Dus laten we dat alsjeblieft niet overdrijven. Het zou veel beter kunnen. Dat betekent ook misschien dat je anders kunt kijken. Ik zou ook willen pleiten om bij voorstel C toch echt te wachten tot er meer plannen zijn en het plan van mevrouw Van der Geest daar echt in mee te nemen om te kijken naar de dijk en die top van de HAVO anders te gaan benaderen. En dan heb je gewoon tijd nodig, je hebt ruimte nodig en dan moeten we even wachten. En toch op dit moment de partijen die in de Muiter zijn tevreden stellen. En eigenlijk een compliment voor plan C, nogmaals voorzitter, want dat is waar wij voor gaan. Dank u wel, meneer Meester. Ja, meneer de voorzitter. Ik heb eens naar het programma gekeken van Stichting Theater, het BON. En ze hebben dus 12 keer per jaar een uitvoering. En ik heb het programma bekeken. En nou, ik heb er toch wel een stuk of 4 zien waarvan ik denk, nou, als ze de zaal half vol krijgen, dan is het knap. En om daar nou een foyer voor te gaan bouwen, dat vind ik een beetje zwaar overtrokken. En wil ik het ook nog gaan eens hebben over de inrichting van de stadsherberg. Want wie moet dat eigenlijk gaan betalen? Want dat kost ook 150.000 euro, helemaal ingericht. En dan het verhaal missing. Nou, iedereen die vindt, nou, daar moeten we ons best voor doen. Maar het is vooral wel zo, dat wordt de allergrootste verliezer van deze hele, van dit hele amendement. Want ze worden gewoon de bezemkast ingeveegd. Deur op slot, klaar. En het valt ook een beetje af van de indieners, die het altijd zo voor hebben met de jeugd, om hier zo mee om te gaan. Dus wij stemmen sowieso tegen. En we zijn sowieso voor het plan van de wethouder, want dat is gewoon een goed plan. Totdat er een beter plan komt. En dan nog de motie over de avondtop. Nou, daar ben ik het ook helemaal eens met mevrouw Van der Geest. Want ja, we hebben mensen nodig die onze kranen repareren, onze auto's repareren, onze huizen bouwen. En, want daar hebben we vreselijk veel tekort van. En we kunnen wel weer havenklantjes gaan opleiden, maar die gaan zo de BW en daar hebben we niks aan. Dus, hier wel ik het bouw. Ja, dank u wel. Meneer Nijsing. Ja, voorzitter. Er zijn een aantal dingen gezegd. Afsluiten.
Vorige week was ik onderweg naar de Muiter. Nou, er wordt nog even. Vorige week was ik onderweg naar de Muiter en ik dacht echt, nou, dat publiek dat gaat komen, dat heeft een hele saaie avond. Er ligt een fantastisch voorstel, duidelijke keuzes, duidelijke argumenten. Nou, heel veel partijen hebben dat al genoemd. En ik denk van, nou, dan wordt iedereen kiest voor C, gaat mee met het college. Maar juist een aantal van de coalitiepartijen die kwamen daar met heel andere argumenten. Het zal duidelijk zijn, wij gaan niet mee met het met amendement van gemeentebelangen. En om vier redenen, nou, het meest al genoemd. Zal er kort op ingaan. Ook wij hebben zorgen over missing. Nou, gelijk aan de zorgen die al genoemd zijn. De stadskantine. Nou, die kwam echt voor ons als een duveltje uit een doosje. En wij vragen ons heel erg af, hoe komt dit? En is er behoefte? Er is geen onderzoek gedaan naar de behoefte. Het is niet duidelijk wie dan precies de doelgroep moet zijn van die stadskantine. Er werd genoemd een dorpshuisachtig moet het zijn. Nou, gaat er dan een commerciële partij in zitten of niet? Eerder werd ook al genoemd, Medeblik heeft ontzettend veel horeca. Het meeste horeca van de hele gemeente. En moeten wij als gemeente dan gaan investeren in een soort stadskantine, dorpshuis? Ja, ik vraag het me echt af. Ik denk dat je beter in een stad kan investeren in bijvoorbeeld musea en dergelijke, wat we al doen, dan een dorpshuis waar mogelijk geen behoefte naar is. Dan de ontwikkelingen. Nou, die werd ook door een aantal partijen al genoemd. Er zijn gewoon een heel aantal ontwikkelingen, meneer Zeilenmaker noemde het ook, die de komende jaren aan zitten te komen, die invloed hebben op de indeling van de Muiter. Laten we dat nou afwachten, laten we gefaseerd kijken wat er aan gaat komen. En wanneer daadwerkelijk feiten op tafel liggen, dan gaan verbouwen. In plaats van nu als een soort, we zitten er al een tijdje mee bezig, dus we moeten nu wat doen. Nee, dat hoeven we helemaal niet te doen. Er was een onderzoek wat is gedaan, hiervan liggen de resultaten. En als laatste punt, ja, ik blijf het toch zeggen. Volgens mij gaan we echt naar de financiële afgrond met deze gemeente op deze manier. Ja. Elke gemeenteraad wordt er weer wat bijgeplust. Voornamelijk coalities. Het kan niet dol genoeg. Het moet altijd maar de extra versie, altijd maar meer. Afgelopen maandag heeft wethouder Kuipers voor de derde keer een winstwaarschuwing gegeven. Nou, ik denk dan zit hij weer. Er luistert toch geen hond. Maar goed, dat zal misschien aan mij liggen. Oh. Nee, nou goed, in ieder geval, ik vind dat echt heel bijzonder. En zeker als we nu gaan praten over een kaasschaaf in de begroting, dat verenigingen worden bezuinigd op zwembaden. Ik vind dat echt een ding, daar komen we later nog wel op terug tijdens de begroting. En ik wil afronden met een vraag aan de heer Grinhuis van Gemeentebelangen. Het valt me op dat het nu de derde keer is bij een groot onderwerp, eerst dorpshuis Abbekerk, toen het zwembad, nu de Muiter, dat Gemeentebelangen met een alternatief zijn eigen wethouder, portefeuillehouder, hekelt. Mijn vraag is dan ook, heeft u nog voldoende vertrouwen in uw eigen wethouder? Ja. Dank u wel. Meneer Grinhuis, wilt u zo vriendelijk zijn de eerste termijn af te ronden? Ja, laten we maar gelijk met de laatste vraag beginnen. Ja, zeker hebben we daar vertrouwen in. Alleen, als partij en partijen mag je ook kritisch kijken naar de voorstellen die gedaan worden vanuit het college, om daar anders naar te kijken. Nou, en dat is wat wij ook doen op dit moment. En wij kiezen, als we dan gaan kijken naar de inhoud van dit geheel. Variant C wil eigenlijk niks anders zeggen van, we willen variant B zo ongeveer uitvoeren, alleen dan gefaseerd. En wij kiezen er bewust voor om dat gewoon in één termijn te doen. Dat is gewoon daarin onze afweging. Verder ligt hierin ook gewoon de afweging dat als we kijken naar wat dit voor een structurele last met zich mee gaat brengen de komende 20 jaar, niet 40 jaar, de komende 20 jaar, is dat 5.000 euro. En 5.000 euro, als je het keer 20 doet, ja, het is evengoed een ton, maar als je het kijkt, nee hoor, in het rapport staat gewoon 20. Maar dat kun je nalezen. Dus dat biedt juist ook de kans om met weinig structurele middelen gelijk al een goede toekomstbestendige accommodatie neer te gaan zetten. En dat is ook wat we met de drie partijen die het amendement hebben ondertekend, hebben beoogd. Dus dat is ook een van de afwegingen daarin. Verder nog een paar opmerkingen die al gemaakt zijn. Missing, ja, voor wat betreft het tekstvoorstel wat gedaan wordt door de VVD... Nou, daar kunnen wij ons in vinden en het is ook prima om dat tekstvoorstel ook door te gaan voeren. En daarmee laten we ook juist heel goed zien dat wij Missing ook een hele belangrijke kandidaat vinden, of een hele belangrijke spreker vinden in dit geheel. Zij verdienen ook de serieuze aandacht en die krijgen ze ook. En dat zien we ook in de informatienota die gisteren is verstuurd, waarbij eigenlijk een heleboel bezwaren die genoemd zijn vanuit het verleden,
dat die bezwaren ook zijn weggenomen. Missing is net zoals alle andere partijen het afgelopen jaar nadrukkelijk betrokken geweest in dit hele traject. Dus het is niet zo dat Missing het achtergeschoven kindje is in het geheel. Nee, ze zijn gewoon meegenomen, net als alle andere partijen. En daar is ook begrip voor. Dan wordt er genoemd ook de fysio. We weten dat de fysiotherapeut graag op zoek is naar een andere ruimte. Tijdens onze rondgang werd ook al heel duidelijk verteld dat Small Steps heel graag die ruimte zou willen gebruiken. Dus ook daar hoeven we ons nog geen zorgen te maken dat die ruimte onbenut blijft. Voor wat betreft de kantine, er wordt benoemd, er is geen zicht op sport. Ben ik mee eens en dat is jammer, het is ook niet de meest ideale situatie. Maar Optisport als commerciële exploitant van vele sportaccommodaties in heel Nederland is positief over deze variant. Het is de beste variant zelfs volgens hun. Zo staat het ook benoemd in het rapport. Dus ik ga ervan uit dat zij als commerciële exploitant ook echt wel na hebben gedacht of zij dit echt de juiste oplossing vinden. En als zij zich daarachter kunnen vinden, achter kunnen scharen, wie zijn dan wij als raadsleden om niet daarin mee te gaan? Zij zijn de kenners op dit gebied, niet wij. Even kijken. Nou, verder is heel veel genoemd dat de HAVO-top, dat de reden is voor de uitbreiding. Dat is één van de redenen. Maar de andere reden is ook gewoon het ruimtegebrek wat ze nu hebben. En dan maakt het op dit moment niet uit of de prognoses heel veel omhoog gaan of wat naar beneden gaan. Er is op dit moment al structureel ruimtetekort. En juist door voor variant B te kiezen, willen we die ruimte dus ook geven aan de dijk. De ruimte die ze nodig hebben. Ik denk dat ik daarmee ook nog even reagerend op de motie van D66. Op het moment dat het inderdaad het amendement wordt aangenomen en het spreekt uit, valt weg, zullen wij zeker instemmen met de motie. Dank u wel, voorzitter. Klopt mijn constatering dat ik geen vraag aan het college heb gehoord? Voorzitter, ik had wel een vraag aan het college of het überhaupt reëel is wat betreft de motie van D66 om die HAVO-top in het vooruitzicht te stellen in het kader van de leerlingenaantallen en de ontwikkeling daarin. Oké, dan is er dus naar aanleiding van de motie een vraag aan het college om daar een zienswijze op te geven. Meneer Kuipers, als u zo vriendelijk wil zijn. Even over de inhoud van de motie inderdaad. Nou, er wordt opgeroepen om inderdaad deel aan te schuiven bij het regionaal programma onderwijsvoorziening. Dat verzoek is gedaan en we schrijven ook daaraan. En daar gaan we ook inderdaad verwoorden dat de dijk nog steeds de ambitie heeft, en de gemeente ook, om een haventop op de dijk te realiseren. Nou is het natuurlijk niet zo. Een HAVO heeft natuurlijk 4 profielen, een haventop. En de dijk kan natuurlijk nooit en ten nimmer 4 profielen invullen. Dan heb je heel veel docenten nodig, heel veel kinderen nodig. Dat gaat dus niet gebeuren. Dat doen ze ook al niet op de MAVO. Hè? Dat doen ze daar ook al niet. Wat ze doen is waarschijnlijk één profiel kiezen, zoals economie en maatschappij. Dat is het profiel wat inderdaad ook een beetje past in het métier van de dijk. En dat verder gaan ontwikkelen. Nou zijn er heel veel ontwikkelingen op het gebied van krimp in de regio. De dijk is wel een zogenaamde geïsoleerde school. Dat betekent dat leerlingen die als ze niet naar de dijk kunnen, moeten ze meer dan 10 kilometer reizen. Dat betekent dat ze in de toekomst extra middelen krijgen om inderdaad toch als school te blijven functioneren. Dus de school zal ook niet zomaar verdwijnen. En in onze omgeving is Wieringenland is ook een probleemschool onder Stichting Sofon. Daar hebben ze een heel mooi nieuw schoolgebouw neergezet. Alleen het aantal leerlingen neemt af en ze zitten een beetje ook met hun bezetting. Dus in de toekomst is het misschien mogelijk, maar het is een scenario, wie zal het zeggen, dat er een soort overeenkomst komt tussen Wieringenland en Medemblik. Om te kijken van of Medemblik, de dijk, een profiel kan nemen en dan Wieringenland
bijvoorbeeld 2 of 3 andere profielen kan invullen. Maar goed, en dat we dan inderdaad docenten kunnen uitwisselen. Maar goed, daar moet Atlas mee instemmen natuurlijk. Wieringland moet daarmee instemmen. We zijn wel bezig met OCNW om te kijken van welke scenario's zijn er mogelijk. En dat is nog even afwachten. Maar de wens van de raad is duidelijk in meerderheid. U wil graag een HAVO-top. En nogmaals, het zal er 1 richting zijn, 1 profiel zijn, geen 4 profielen. En dat ga ik ongetwijfeld inbrengen bij de besprekingen met het RPO. Was dat het antwoord op uw vraag? Nou ja, dat is nog heel moeilijk te zeggen. Kijk, het is eigenlijk al 12 jaar een wens van de dijk en ook van uw raad om een haventop te creëren bij de dijk. En ik denk dat dit moment wel het moment is waarop het eventueel nog zou kunnen. Ik denk als het niet lukt nu, ja, dan moeten we misschien inderdaad de conclusie trekken dat het de eerstkomende jaren een utopie zal blijven. Voorzitter, mag ik een vraag stellen nog aan de wethouder? Korte vraag graag. Wat bedoelt u met nu? Vandaag de dag? Morgen? Nee, kijk, nogmaals, in januari gaan we dus dat RPO, ja, is het RPO hoor, daar schuif ik bij aan. Ik geef aan dat de gemeente en ook de dijk en daarbij hoop ik gesteund worden door de voorzitter van het Atlas College, nog steeds de ambitie heeft om inderdaad een haventop bij de dijk te plaatsen. En ik hoop nog genoeg argumenten te hebben en onderbouwing te hebben om dat ook hard te maken. Kijk, dicht nabij onderwijs is een van de argumenten die ook hoog bij het ministerie in aanzien staat. Dus ik hoop dat het argument sterk genoeg is naast een aantal andere argumenten om dit toch te kunnen realiseren. Maar ja, het is een beetje koffie. Voorzitter, dat zou kunnen betekenen dat als het abonnement de meerderheid haalt, zoals hij er nu ligt, gaat hij het halen. En in januari komt u terug. We gaan het toch niet regionaal doen, dat we inderdaad dan bouwen voor iets wat niet gerealiseerd kan worden. Nee, want qua timing zitten we dan niet helemaal goed. Nee, want de dijk heeft geen uitbreiding nodig voor de haventop. De haventop kan gewoon opgevangen worden in de Dank huidige, u wel voor het helder antwoord, huidige situatie. Voorzitter, ik had nog een vraag aan de wethouder. Was je klaar? Ik gaf juist aan dat eigenlijk een versterking van de beroepsonderwijsgerichte vakken een versterking zou zijn van de regio. Zou dat eventueel dan, als die HAVO-top niet lukt, zou dat ook een mogelijkheid kunnen zijn? Ja, mevrouw Selders heeft aangegeven na betoog dat ook de dijk er ook op inzet. Hè? Ze hebben ook een aantal ontwikkelingen die te maken hebben met techniek. Ja, misschien dat het dijk die kant op gaat, maar goed, wat mevrouw Selders al zei, men denkt er ook aan. Dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Ja? Oké, mevrouw Selders, zult u de tweede termijn openen? Dank u wel. Zoals ik vorige week heb aangegeven en ook vanavond weer, het gaat ons niet alleen maar om de HAVO-top, het gaat om een verbreding van de bovenbouw. U zegt dat nu zo eventjes tussen neus en lippen door, het gaat jullie om de HAVO-top, dat is niet zo. Het gaat ons om een verbreding van de bovenbouw en daarom steunde ter ik ook interruptie, uw het staat in, ter, ja, dat begrijp ik geen, maar in de motie gaat het echt alleen over de HAVO-top. Ik sta niet bij de motie. Mevrouw Selders. Dank u wel. Nou, het pleidooi van de wethouder versterkt eigenlijk alleen maar onze mening. Ook omdat het Atlas College nu bereid is om te investeren. Dus dit is ook het moment waarop wij moeten acteren. Even kijken hoor. Ja, ik wil toch even reageren op mevrouw Visser. De kinderen zitten natuurlijk wel achter de tap, maar ze maken geen gebruik van de tap. Dat lijkt me toch wel duidelijk. En het is misschien goed om ook even aan te vullen dat iedere keer als er een pauze is, dat de schuifwand open moet worden gemaakt en na de pauze weer dicht worden gemaakt. Dat gaat een paar keer per dag. Dat kost natuurlijk ook heel veel tijd voor de mensen die dat moeten doen, de ondersteuning op school. Dat is lastig.
En om meteen even daarop in te haken, mevrouw Manshanden gaf aan, we gaan toch niet bouwen voor leegstand. Nou, er komt niets bij, hè. Het gaat om een herinrichting van het gebouw. Dus we gaan niet uitbreiden, dus daarmee bouw je ook niet voor leegstand. Wat de algemene reserve betreft, nou, regelmatig storten we daar iets in als het meevalt. Dus ja, in dit geval vinden we het gerechtvaardigd om daar ook eens een keertje iets uit te halen. Voorzitter, ter interruptie. Ik kan me nog een prachtig pleidooi bij de vorig jaar algemene beschouwingen van uw partij herinneren. En u heeft het mooie woord gebruikt, een beetje woord van de ChristenUnie ook, rentmeesterschap. En het was het woord wat mij direct triggerde, want dat had ik uit uw partij nog niet zo vaak gehoord. Meestal zijn dat de mooie woorden van de ChristenUnie. Ik vind uw amendement... Hè? Oh, maar in ieder geval, u hebt hem niet zo vaak uitgesproken. Laat ik dat zo zeggen. U waarschijnlijk niet al die tijd uw statuten voorgelezen. Maar dat terzijde, en vanuit onze partij wel. Wat ik vind van dit amendement is dat u met eigenlijk met een pennenstreek 2,5 ton uit de algemene reserve haalt. En of het nou 20 jaar is of 40 jaar... 4 ton. Nou, als het 20 jaar is, is het 4 ton. 150 voor de horeca. En wat u zegt, van dat valt wel mee, 5.000. 5.000 structureel, dat moet een ander inleveren. En dat zit ik u toch wel even aan te kijken. Partijen die altijd op de centen hebben gelet, die altijd zeggen van het moet binnen de kaders blijven. Mevrouw Visser, heeft u een vraag aan mevrouw Selders? Oh ja, dat was ook zo. Zij was aan het woord. Dat was ook zo. Ja, dan moet ik niet op microfoon. Jij hebt helemaal gelijk. Ja? Ik wou even ingaan. Slaan we u zo over. Nou, kom maar. Nee, laat me zitten even. Laat me even zitten. Ik had een vraag, omdat mevrouw Selders mijn naam aanhaalde. En dat ging over de bar. En daar wou ik heel even op reageren. Ja, dat werd iets langer. Maar, dat is maar het werd iets langer, ja, maar ik stop nu wel en ik ga zo meteen wel weer door. Nou, heel fijn. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Selders, ga gerust uw gang. Dank u, voorzitter. Ik wilde daar nog een kleine toevoeging aan doen. Wij hebben een flink weerstandsvermogen van deze gemeente. En ik heb net eventjes gekeken in de begroting, waar we het binnenkort over gaan hebben. Het weerstandsvermogen dat ligt minimaal tussen de 1 en 1,4. En er staat letterlijk, hiermee kunnen we financiële risico's goed opvangen. Voorzitter, ik weet wel dat dat niet meteen een argument is, want daar komt u natuurlijk mee op terug. Ja, prima. Weerstandsvermogen heeft niets te maken met een begroting. Dat is geld wat tegenover risico staat om het op te vangen. Daarom heet het weerstandsvermogen en er moet een bepaalde balans in zijn. Dus houdt u alsjeblieft geen dingen door elkaar. We praten hier puur over cashgeld wat uit de begroting komt, wat de belastingbetaler moet betalen. En er zijn hier... Oh, ik ga weer door, hè? Sorry. Ja. Fijn, dank u wel. Dus dat is De Zeilenmaker, bent u zo zover? Prima. Mevrouw Selders, bent u aan het eind van uw betoog? Niet helemaal, want ik word steeds onderbroken. Ja, dat hoort bij de tweede termijn. Ja, dat begrijp ik. Even kijken hoor. Oh ja, de meneer Meester gaf nog een leuke extra dimensie, het Bondtheater en de voorstellingen. U weet misschien niet dat de dijk ook gebruik maakt van die theaterzaal. Zij doen heel veel aan kunst en cultuur. En mijn kinderen hebben daar zelf op school gezeten, dus dan weet je er iets meer van. En ook daar worden voorstellingen voor gegeven voor ouders. Dus die theaterzaal wordt veel meer gebruikt dan alleen maar die voorstellingen van het Bondtheater. En ook de horeca daarbij wordt dan ook gebruikt. Interruptie. En, oké. Ik bedoelde eigenlijk het daarmee te zeggen het gebruik van de foyer. En ik mag aannemen dat als de school gebruik maakt van de theaterzaal, dat ze niet allemaal aan de tap zitten van het nieuwe Stadsherberg. Dat klopt. Er zit niemand aan de tap dan, maar de ouders en de leerlingen kunnen dan wel koffie en frisdrank krijgen. En dat gebeurt ook in diezelfde foyer. Er is een toegevoegde waarde ook daar. En wat missing betreft, er is ook duidelijk aangegeven in de informatienota dat als ze op de andere locatie komen, dat ze dan ook nog gebruik kunnen gaan maken van die theaterzaal, omdat er een flexibele wand tussen komt. Dus ook voor missing kan dat een meerwaarde hebben. Tenslotte, ik heb toch echt sterk de indruk gekregen toen ik het rapport las, dat die richting
herinrichting van de Muiter geschreven is. Dus er komt gewoon een hele sterke wens uit om die te gaan herinrichten. En nogmaals, het is nu tijd om onze woorden van altijd om te gaan zetten in daden. En ook gebruik te maken van het moment dat het Atlas College wil investeren. Dank u wel. Goed. Meneer Zeilenmaker, heeft u nog nieuwe gezichtspunten op dit dossier? Nou, ik heb in ieder geval een paar opmerkingen en een paar vragen, voorzitter. Er zijn een aantal dingen gezegd met betrekking tot missing. Nadrukkelijk betrokken wordt er gezegd. Ja, je hebt betrekken en je hebt betrekken. Maar dat kan je op een verschillende manieren invullen. Je kan iemand steeds bij gesprekken uitnodigen, et cetera, en met ze praten en dergelijke. Maar als dan vervolgens geen millimeter richting missing opgeschoven wordt. En zij bij elk ontwerp wat er gemaakt is de afgelopen paar jaar steeds de dupe zijn en daar steeds van gezegd hebben dat ze die oplossing niet willen. Nu hebben ze dat ook weer gezegd. Zij kiezen niet voor de B-variant. Ze kiezen voor C, want dan kunnen ze voorlopig blijven zitten waar ze zitten. Of ze kiezen voor A en dan kunnen ze zo goed als blijven zitten waar ze nu zitten. Al moeten ze dan ook wel ruimte inleveren. Ze kiezen dus duidelijk niet voor B. Overigens waren ze zo goed betrokken dat ze vorige week donderdag, toen wij er waren in missing, zonder meer uitgingen van het feit, omdat het college dat voorstelde, dat het C zou worden. Kijk, dat heeft ook te maken met dat je met partijen praat die misschien niet zoveel van de politiek weten als wij wel denken dat iedereen dat weet. Voor wat betreft de situatie van de stadsherberg, ik heb aangegeven dat ik het zeker niet optimaal vind, omdat je niet uitkijkt op de zaal. De heer Gringhuis gaat daarop in en die zegt van ja, maar Optisport vindt het prima. Ja, ik begrijp niet zo goed waarom Optisport aangehaald wordt, want Optisport, het contract is opgezegd per 1 januari 2022 of iets dergelijks. Dus het zal hun eerlijk gezegd een worst zijn waar die stadsherberg komt. Dan eventjes naar de wat ik wel een heel goed punt vind in het pleidooi om voor B te kiezen. Dat is het feit dat het Atlas College ook flink wil investeren in de verbouwing van de dijk. Ik heb ook steeds gezegd, ook in mijn eerste termijn, dat ik een groot voorstander ben van geld beschikbaar te stellen voor deze hele exercitie. Alleen de uitvoering ervan, ja, ik vind dat daar nog een heleboel aan schort. Er wordt wel een klein beetje tegemoet gekomen door de tekstwijziging die de VVD voorstelt. Maar ik zou willen vragen aan de partijen die het amendement indienen. Van kan je dat punt 3 niet zo aanscherpen dat je zegt van nou we stellen wel het bedrag beschikbaar. Maar er moet ruimte zijn en dan zou je dat moeten schrappen wat gaat over de huidige tekening. Moeten zeggen van dat er nog overleg dient plaats te vinden. Over het te realiseren ontwerp waarbij nadrukkelijk aandacht geschonken wordt aan de belangen van missing. Als je het op die manier zou interpreteren, dan denk ik er sterk over om mee te gaan in het amendement, voorzitter. Dank u wel, meneer Beuker. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, de meerderheid is, voel ik al, voor wat anders. Maar ik zou het wederom een gemiste kans vinden dat we niet, ook bij dit dossier, niet integraal gaan kijken. En als je kijkt dat 13 jaar geleden de Muiter is neergezet en we gaan 13 jaar na dato, moet nu al zo'n grote verbouwing gaan plaatsvinden. Dan ga je je toch eerlijk en oprecht afvragen, zit over 13 jaar hier weer zo'n grote verbouwing aan te komen? Dus neem inderdaad, kies voor variant C, neem wat meer de tijd en zorg ervoor dat je ook het IAP erin betrekt. En dan hoor ik mevrouw Selders zeggen van het CDA. Ja, het IAP en het Muiter, dat kan je niet met elkaar combineren. Nou ja, als we met deze oogkleppen op inderdaad blijven kijken, dan komen we inderdaad geen steek verder wat dat maatschappelijk vastgoed betreft. Dank u. Ik heb niet gezegd dat je die gebouwen niet kan betrekken bij elkaar, maar het IAP is gericht op de basisschool. Ja, het IAP is inderdaad gericht op de basisschool. Alleen wat je met het IAP natuurlijk kan bewerkstelligen is dat je een IKC of inderdaad een MFA kan combineren. En als je bekijkt dat in de Muiter en een kinderopvang zit en een bibliotheek zit en een gymzaal. Dan kijk je echt met oogklep op dat je dat soort voorzieningen, terwijl notabene de Jozefschool schuin tegenover staat, dat je daar niet integraal naar kijkt. En dat vind ik echt een gemiste kans. Dus tot zover, voorzitter. Volgende geest. Daar is nog veel gezegd, want ik denk ook dat je integraal moet gaan kijken en dat het een meerwaarde heeft. Vooral omdat sommige kinderen, zeker de betere leerlingen, dan gewoon al wat vakken zouden kunnen volgen.
in het voortgezet onderwijs. Wat betreft, ik wou nog even zeggen, en daar gaat het dan alleen over. Ik bedoelde de gebruikers van de sporthal, mevrouw Selders. U zei de gebruikers, maar ik heb wel gezien dat die gebruikers... maar het ging om de gebruikers van de sporthal, de mensen die daar sporten. En dat zijn individuen. Dus die zie je meestal over het hoofd. En die zijn ook toch wel belangrijk om mee te nemen in het hele verhaal. Maar ik vind het inderdaad verstandig om het collegevoorstel... om voor het collegevoorstel te stemmen. Juist ook met die mogelijkheid om te kijken of je inderdaad zaken integraal kan aanpassen. En dat de muiten verbreed, de dijk, dat die ruimte nodig heeft. Zeker als er meer beroepsonderwijs komt, dan is er echt inderdaad meer ruimte nodig. Dus, maar dat kan dan altijd nog. Gaat u gang. Ik had nog een vraag aan de indieners. Ik had het er net al over. Wie gaat nou de inrichting betalen van het nieuwe horecagedeelte? Meneer Ginnaars. Volgens mij stond er in de rapportage dat de keuken, bar en inrichting dat voor 100.000 euro is opgenomen. Dus dat wordt meegenomen en dat gaat ook mee dus in de kapitaalslasten over 20 jaar. Dus dat staat in het rapport vernoemd. Dank u wel. Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Nou, wat betreft missing, die hebben we zelf recht op een gelijkwaardige nieuwe ruimte. En die zekerheid, die wordt hier niet geboden. En, ja, ter interruptie? Ja. Ruimte wordt er wel zeker geboden. Er is ruimte voor missing. Dat is ook benoemd in het rapport. Ze krijgen alleen een andere locatie waarmee in overleg met de gemeente wordt gekeken naar de juiste oplossing. Ja, ik heb toch de indruk dat het er niet gaat worden voor missing. Dat ze toch een veel te kleine ruimte krijgen met beperkingen qua geluid, qua licht, qua wat toch meer. En die beperkingen die hebben ze nu niet in de ruimte die ze nu hebben, want die is gewoon perfect. Qua hoogte, alles. En ze gaan er gewoon hoe dan ook erop achteruit. Goed, dank u wel. Mevrouw Visser, u heeft al wat zendtijd gehad. Dus... Ik heb al wat zendtijd gehad, dus ik zal het kort houden, voorzitter. Nogmaals, het pleidooi voor... het is jammer, en dat heb ik ook in de commissievergadering gezegd... dat er eigenlijk niet een plan ligt tussen die twee bedragen in. Een beetje van meer bij C en een beetje minder bij B. Hè, dan denk ik dat wij een hamerstuk hadden gehad. Ik vind het jammer dat nu toch die 2,5 ton uit de algemene reserve heb ik ook al... meer gezegd en ook voorzitter, en het is ook door andere partijen gezegd, wij krijgen nog een paar dossiers voor onze kiezen en we hebben inderdaad, ik dacht dat de heer Nijsing dat zei, een winstwaarschuwing gekregen van onze portefeuillehouder die op de centen let. En dat vind ik jammer van het hele amendement en van het plan B. En dan denk ik, C is ook goed en dan wachten we wat langer. Maar goed, de meerderheid is al geklonken, dus wat dat betreft. Fijn, dank u wel. Meneer Raad. Ja, kort nog even. Ik wil reageren op de heer Meester van de BAM, voor de goede orde. Die had het over... die maakt zich ook zorgen om missing. En ik begrijp wel dat hij ze van missing Delft het onderspit. Misschien niet met zoveel woorden, maar dat is wat u bedoelt te zeggen volgens mij. Maar ik wil nadrukkelijk aangeven, en dat is ook het tekstvoorstel wat ik richting het amendement heb gedaan... Ik wil dat iedereen goed erbij betrokken wordt. En ik wil ook een hele goede oplossing voor missing. Maar als je op voorhand jezelf gaat buigen over een vraagstuk als de herinrichting van zo'n accommodatie... Ja, dan kan het wel eens voorkomen dat van alle gebruikers er één iemand niet zo blij is. Maar ik vind dat op het moment dat je gewoon zoekt naar een hele goede oplossing... en het is dus niet gezegd dat zij per se moeten inleveren en dat ze er niks moois voor terugkrijgen... ja, dan kan je net zo goed helemaal niet aan zo'n traject beginnen. Ja, en u zegt dan, ja, missing, die moet straks... Interruptie. We kunnen misschien ook het Bondtheater weer terugverhuizen naar de Bonifatiuskerk. Dan ben ik van alle problemen af. Hebben we ruimte? Ja, maar welke problemen bedoelt u dan? Nou ja, dan hoeft er niet zo indringend verbouwd te worden. Hoeft er ook geen foyer te komen. Nee, maar, kijk, dat wilde ik ook opmerken. U zei net, missing moet in een bezemkast. En
de HAVO-klantjes die komen direct in een WW. Dus u kunt wel als stand-up comedian bij die dertiende voorstelling van het Bondtheater gaan doen. Nee, weet je wat, meneer Raad, we gaan samen. Ja, nou, dat is leuk. Dan krijgen wij de zaal wel vol, denk ik. Maar ik wil alleen maar aangeven, die foyer die is niet alleen maar voor het Bondtheater bedoeld. Dat zou een beetje... Die foyer... Die is voor de hele accommodatie. En ja, kijk, als inderdaad alleen het Bondtheater er gebruik van zou maken, ja, dan kan je je afvragen, is dat allemaal wel nodig? Maar dat is helemaal niet het geval. Er zijn allerlei partijen die daar ruimte van maken. Dus theaterzaal wordt ook gebruikt door de school voor optreden en musicals en weet ik veel wat allemaal. Het wordt ook voor allerlei andere evenementen gebruikt. Ter interruptie, dus, voorzitter. Waar het nu, meneer Raad, we praten nu over, zeg maar, de foyer. Nou, er wordt net al genoemd dat we een ton aan gemeenschapsgeld in een keukenapparatuur gaan investeren aan een mogelijke commerciële instelling. Vindt u dat gemeenschapsgeld moet gaan naar een mogelijke commerciële partij? Nee, het gaat erom dat die MFA wordt ingericht. Net zo goed als dat het 13 jaar of 14 jaar terug ook zo is gedaan. En dat je vervolgens een exploitant daarbij zoekt die betaalt om daar te mogen exporteren. Wat ons betreft wordt het overigens ook gewoon een commerciële partij. Dat wilde ik ook nog even richting uw eerste termijnbetoog aangeven. Er zijn zoveel accommodaties in deze gemeente, waaronder deze dus, waar een gemeenschapsgeld naartoe gaat. En wij vinden het belangrijk dat je een keuze maakt die je nu kan maken om nu ambitie uit te spreken, om nu al direct op een denkrichting te zitten die wat ons betreft een mooie toekomst voor de hele Muiten kan opleveren, inclusief Missing. En wij zien nu niet de noodzaak om daar dan nog een jaar mee te wachten, hoewel ik de argumentatie van het college gerust begrijp. Wij zeggen, college, wij kunnen nu die stap al maken. Wij kunnen nu dat radertje al een stap verder zetten. En ja, dat kost geld, maar of je dat nu uitgeeft of over een jaar, dat maakt dan verder niet zoveel uit. Het is een scenario en daar kan men verder mee aan de slag. Voorzitter, ter interruptie. Overigens wilde ik nog aangeven, na aanleiding van een tekstvoorstel van de heer Zeilenmaak, dat het ook even misschien goed is om 2 à 3 minuten te schorsen. Daar kijken we naar uit. Mevrouw Visser heeft nog een vraag aan u. Ja, ik heb ook een opmerking naar de VVD. U bent toch ook elke keer in het pleidooi dat u niet de omzetbelasting, de OZB wil verhogen. Dat u altijd op de centen past. En ik vind nu dat u te grof omgaat met geld uit de algemene reserve. En ik ben benieuwd hoe u dat zometeen met de begroting gaat invullen. Nou, ik zal in mijn algemene beschouwingen daar een heel helder antwoord op geven. Maar ik heb net al gezegd... Ik ook. Juist. We kijken er naar uit. Na mevrouw Visser komt u, hè? Oké, dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb maar 2 punten. Allereerst die opmerking die mevrouw Van de Geest maakte over dat beroepsonderwijs. Nou, dat vond ik echt een opmerking naar mijn hart. En ik vind het ongelooflijk jammer dat u daar niet een motie of een amendement op heeft ingediend. Want dat had ik van harte gesteund. Maar wellicht komt dat misschien nog op een ander moment. Dat was mijn eerste opmerking. En dan mijn tweede opmerking. Ik hoor de gemeentebelangen zeggen, het is slechts 5.000 structureel per jaar. Ik loop nu een beetje uit op de begroting, maar ik zal u daaraan houden als we die begrotingsbehandeling hebben. Wij willen de muziekschool aankaarten en wij willen andere zaken aankaarten. Bijvoorbeeld het budget voor kunst en cultuur. En dat zijn veel kleinere bedragen als die 5.000 euro waar u het nu over heeft. Dus ik vind het heel mooi dat u dit nu genoemd heeft. Want ik zal u daaraan houden bij de begrotingsbehandeling. En u snapt wel, wat wij daarmee bedoelen. Het gemak waarmee zo dit soort bedragen nu even zomaar op tafel worden gelegd. Terwijl die andere bedragen, ik loop vooruit op de begroting, dat zijn veel kleinere bedragen. En nou, daar gaat u dan heel moeilijk om doen. Het moet uit de algemene reserve. Ter interruptie. Laten we die voorstellen gewoon bij de begroting bespreken. Laten we het hier bij de Muiter houden. Het gaat nu over de Muiter en het gaat nu over 2,5 ton. Dus ik vind het toch wel relevant om dit nu even te noemen.
Fijn, dank u wel. Meneer Nijssing. Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft nog een motie. Daar kom ik op. Heel fijn, dank u wel. Nou, eerst dat we ook ingaan op wat meneer Grinhuis noemt over dat geld, over die 5000 euro. Ja. Dat is een beetje een paradox, want die zegt, ja, we gaan het uitsmeren over 20 jaar. Terwijl we nu praten over een pand wat nog geen 13 jaar geleden is gebouwd. Dus wie zegt niet dat over 13 jaar mogelijk weer een herinrichting nodig is? Ik vind dat een beetje dubbel. Goed. Wat ik wel jammer vind aan dit debat is dat we hele sterke tegenstellingen hebben. Er zijn 7 partijen. Het college zegt heel duidelijk, kies nou voor C. C is ook niet zeg maar dat de plannen in de prullenbak gaan. Maar zegt, nou, kies nou voor die fasering. En er zijn gewoon 3 partijen die heel stevig erin zitten. Eigenlijk niet willen bewegen om tot een goede oplossing te komen. Dat vind ik jammer. Wat ik wel heel blij om ben, is de steun voor mijn motie. Dank daarvoor. Daar ben ik erg content mee. En ik wil wel een aanpassing doen, die had ik al aan het begin aangekondigd. Ik kijk heel even naar de heer Seilemaker of die daarmee akkoord gaat. We gaan toch schorsen. Maar ik wil spreekt uit, dat is de laatste alinea, die wil ik schrappen. Want het wordt optie B, zo de stemmen geteld hebbende. En dan is dat een overbodig stukje. Dank u wel, meneer Grinhuis. Wilt u het afronden, de tweede termijn? Laten we kort gaan schorsen en daarna gaan stemmen. Goed, rond ik de tweede termijn af. Korte schorsing en dan gaan we weer verder. 3 minuten terug. Mooi. Meneer Raad, u heeft even overleg gehad. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben even overlegd met de indieners van het amendement, met de heer Seilemaker. En we zijn tot een formulering gekomen waarin wat meer opties open worden gehouden, waarin de belangen van alle gebruikers, dus inclusief Missing, worden gediend. En dat er een duidelijke uitspraak is dat er goed gezocht wordt naar een oplossing. En wij stellen voor om het besluit in het amendement besluitpunt 3, dat we de tekst, een paar delen van de tekst schrappen en dat de zin eigenlijk wijzigt en vervolgens luidt als volgt. Toevoegen punt 4, variant B, het MFA als leidraad te zien om alternatieven uit te werken en zich maximaal in te spannen voor een acceptabele oplossing voor alle gebruikers. Punt. En dat is ook akkoord met de mede-indieners. Goed. Heeft u, raad, de textuele aanpassing begrepen, gehoord? Nee, maar ik denk dat de wijziging aan zich nu door de indieners is benoemd. Ja, nou ja, ik hoor wat rare gebruik. Aan de overhand hoor ik en Missing dan. Nou, alle gebruikers, daar zit Missing toch ook bij. Dus wat is nou de onduidelijkheid? U betoogde zelf net dat niet alle gebruikers alles kunnen krijgen. Dus u gaat een beetje in tegen uw eigen betoog van daarnet. Helemaal niet. Het college krijgt de opdracht om zich maximaal in te spannen voor een goede oplossing voor alle gebruikers. En voor de goede verstaande, daar hoort Missing ook bij. En dat doen ze normaal niet, college? Nou, helemaal niet. Waar gaat dit nou over? Ik vind het een beetje gezever, eerlijk gezegd. Ja, alle gebruikers is ook Missing en ze moeten zich daarvoor inspannen. Punt uit. Nou, weet u welke afspraken hier gelden? Dat u de gewijzigde tekst opnoemt en dan mogen de andere raadsleden daarover stemmen en daarmee aangeven of ze het daarmee eens zijn of oneens. Dus dat is hoe we daar nu verder mee omgaan. Voordat ik stem, heb ik een vraag aan de gewijzigde tekstindiener. Nou, een korte vraag graag. Dat betekent wel, staat er nou niet in dat u dan maximaal binnen dit budget blijft? Nee. Dat in andere punten van het amendement wordt over het budget gesproken. Dus ja, dat is ook van toepassing op dit punt. Oké, helder. Dan weten we het. Goed, dank u wel. Na de schorsing hebben we de tekst aangepast van het amendement. Meneer Grinhuis, wens u stemming over dat amendement? Wens iemand een stemverklaring af te geven over dit amendement? Mevrouw Selders. Het amendement, daar hebben we het over. Ja, het CDA vindt het heel belangrijk dat de dijk de mogelijkheid krijgt om het gebouw toekomstbestendig aan te passen, zodat zij goed en passend onderwijs kunnen geven. Dank u wel, meneer Seilemaker. Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik ben blij dat de indieners bereid zijn geweest om de tekst aan te passen. Dat was vooral vanwege
Het feit dat missing in de verdrukking kwam, laat ik het zomaar zeggen. En ik vind dat wel het een en ander moet gebeuren. Nou, duidelijk is dat ik de dijk een warm hart toedraag. En daar komt bij dat inderdaad die 4 ton... Maar u bent voor of tegen het amendement? Ja, ik ben voor het amendement. Anders dank u wel. Meneer Beuker? Voorzitter, nou, ik wil toch even mijn verhaal afmaken. Ik bedoel, er zijn allerlei mensen die... Nee, het is een stemverklaring. Ja, dat weet ik. Ik ken ook anderen die heel vaak hele lange stemverklaringen gegeven. Ja, maar laat u nou het goede voorbeeld geven. Ja, nee, vandaag even niet. Oh. Meneer Beuker, wilt u zo vriendelijk staan? Nee, voorzitter, ik ben nog aan het woord. Nou, ik wil even mijn verhaal afmaken. Die 1 of 2 minuten maakt nu echt niet meer uit. Ik bedoel, ik heb aangegeven dat ik graag wil dat dit doorgaat. Ik begrijp ook de andere mensen die variant C liever hadden gewild. Maar ik ben een beetje daar geschrokken van het feit dat er dan weer gekeken moet worden naar het geld. Of dat dan uiteindelijk wel beschikbaar is. Binnenkort gaan we wel wellicht een heleboel geld beschikbaar stellen voor een zwembad. Misschien ook nog wel voor een andere sporthal. En dan zouden we geen geld hebben voor een school, laat ik nadrukkelijk bijzetten, die bedoeld is voor de hele kern medemlik en niet voor 1 of 2 andere kernen. Dank u wel. Ja, u wordt bedankt. Meneer Beuker. Voorzitter, ik stem tegen dit amendement omdat er wederom niet integraal wordt gekeken als gemeenschappelijk vastgoed en we hierdoor waarschijnlijk weer gemeenschapsgeld over de balk gooien. Dank u wel. Mevrouw van der Geest. Ja. Ik twijfel eigenlijk nog. Dus het moet straks blijken wat ik ga doen. Want enerzijds heb ik gepleit. Nee, ja, ik stem voor of tegen. Dus als u twijfelt, dan gaan we het zien. Nou, dan ziet u het. Ja, we gaan het maar zien. Maar dan dank wordt u wel. Het tegen. Andere onder uw stemverklaring. Mevrouw Visser, ik ben voor of tegen. Ik ben tegen dit amendement met alle pleidoos. C was een goed alternatief. Even wachten en ik ben benieuwd wie die 285 of 245.000 euro op moet gaan brengen ten laste van de Muiden. Dat is de burger die betaalt. Fijn, dank u wel, mevrouw Manshande. Ja, dank u wel, voorzitter. De GroenLinks-fractie is tegen, omdat wij vinden dat die 250.000 euro nu ten laste gelegd worden van de algemene reserve, terwijl naar onze beleving dat niet echt nodig is. Het is alleen maar nodig om er extra druk op te leggen. Dank u wel. Dan ronden we de ronde van de stemverklaringen af. Breng ik het geamendeerde amendement, het gewijzigde textuele amendement, breng ik bij u in stemming. Kunnen we gaan stemmen? Ja? Wie is voor dit amendement? Gemeentebelangen 5, VVD 5. Wie is tegen dit amendement? PvdA 1, PW 2010 1, BAM 1, ChristenUnie 1, GroenLinks 1, D66 2. Dat maakt 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen, waarmee het amendement is aangenomen. Dank u wel. Dan praten we dus over het geamendeerde voorstel. Wens iemand dat in stemming te brengen? Ja? Wens iemand een stemverklaring af te leggen? Mevrouw van der Geest? Ik zal tegen het geamendeerde voorstel stemmen, omdat ik vind dat er veel te kort tijd is om voor zo'n belangrijk voorstel een zorgvuldig besluit te nemen. Meneer Zeilenmaker, wilt u nog een stemverklaring afgeven? Ja, voorzitter. De woorden van mevrouw van der Geest, die ondersteun ik, dat er te weinig tijd voor genomen is. Maar ik stem even goed voor het voorstel. Dank u wel. Ik ben voor of tegen het geamendeerde voorstel, mevrouw Visser. Ik ben tegen het geamendeerde voorstel en ik moet u ook eerlijk zeggen, dat doet me ook wel wat pijn. Omdat ik jammer vind dat nu echte plannen vanuit de ChristenUnie in ieder geval tegen zijn. En ik had het C daarom zo'n prachtig alternatief. Dank u wel, mevrouw Manshande. Wij zijn tegen het geamendeerde voorstel met dezelfde argumenten die mevrouw van der Geest gebruikt. Dank u wel. Ander onder u? Nee, breng ik het geamendeerde voorstel in stemming. Wie is voor dit voorstel? CDA 6, PWF 1,
Gemeentebelangen 5, VVD 5. Wie is tegen het geamendeerde voorstel? PvdA 1, PB 2010 1, BAM 1, ChristenUnie 1, GroenLinks 1, D66 2. Dat maakt 17 stemmen voor en 7 tegen, waarmee het geamendeerde voorstel is aangenomen. Dank u wel. Hebben we het over de motie. Meneer Nijssen, wilt u de motie in stemming brengen? Ja? Wenst iemand de aanleiding van de motie nog een stemverklaring af te geven? Nee? En het is een gewijzigde motie. Dank u wel. Wie is... Wil nog iemand stemverklaring? Nee, hè? Dat was niemand, hè? Nee? Dan brengt het gewijzigde motie in stemming. Textueel gewijzigde motie. Wie is voor deze motie? CDA. Nee, wacht even. Mevrouw van der Geest is mevrouw is tegen. PB 2010-1. Ja. We waren u even kwijt. Komt u er maar weer bij. Dan sluit ik de beraadslaging rondom agendapunt C2. En heeft uw raad een aantal besluiten genomen. Dank daarvoor. Komen we bij onderdeel D, algemene aspect D1, begrotingswijzigingen. Hebben we daar inhoudelijk nog een voorstel voor liggen? Nee.